Dit is Carla Lont, de eerste vrouwelijke archivaris van Suriname en strijder voor beheer en behoud van erfgoed. En dit is Elaine Lont, Carla's dochter. Haar moeder heeft haar het belang van het bewaren van verhalen meegegeven. Ze weet als geen ander hoe Carla naar de geschiedenis en de archiefwereld keek. Dit is Carla Mildred Lont. Ze werd geboren op 12 mei 1944 in Paramaribo, Suriname. Carla had veel interesse in geschiedenis. Mede dankzij deze nieuwsgierigheid werd ze de eerste vrouwelijke archivaris van Suriname. Na een cursus archiefverzorging en administratieve organisatie ging Carla in 1974 studeren aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. Een eigen archiefschool heeft Suriname niet. In 1975 werd het land pas onafhankelijk van Nederland verklaard. Alle archieven van Suriname bevonden zich niet al daar, maar in Nederland. Carla studeerde af in 1976 en kon niet wachten om in Suriname aan de slag te gaan in haar vakgebied. Ze kwam altijd op voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Juist omdat zij als vrouw heel veel, van kleins af aan, heel veel tegenslagen heeft moeten verwerken. Wist ze al geen ander, wat andere vrouwen, waar ze tegenaan lopen. Ze vertelde ze altijd van, je hebt je eigen waarde. Think big, laat je niet zeggen door niets en niemand dat je, omdat je vrouw bent, dat je minder bent. Ze stuitte op veel weerstand. Een archiefinstelling of documentatiecentrum had Suriname niet. Er waren geen landelijke regels voor of plekken om het materiaal dat wel in Suriname lag goed te conserveren. Carla wilde daar verandering in brengen en verzette zich tegen de structurele en financiële ongelijkheid. Ze schreef er ook over in De West, een Surinaamse krant. Mensen mogen dankbaar zijn voor archieven, omdat geschreven berichten, dragers van informatie, de geschiedenis van een natie kunnen helpen herbergen. In die tijd was dat best wel bijzonder. Ze was de eerste archivaris, vrouwelijke archivaris. En in een macho-wereld is het best wel lastig. Dat was Suriname toen, in ieder geval. Ze wordt het hoofd van de afdeling Post- en Archiefzaken bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en traint personeel in archiefverzorging. Ook werkt ze 2 jaar als voorzitter aan een eerste vestiging van een documentatiecentrum voor de Republiek Suriname. Inmiddels wordt Carla een graag geziene gast op internationale congressen en blijft ze pleiten voor een nationaal archief in Suriname. Na de staatsgreep in Suriname in 1980 verhuisde Carla haar kinderen 1 voor 1 naar Nederland. In 1994 vertrekt Carla ook zelf definitief uit Suriname. Ze herenigt zich met haar kinderen. Ik maakte er een punt van dat we 's ochtends, voordat iedereen de deur uitging, dat we samen ontbeten aan tafel. En ook het middageten, het avondeten, dat we dat samen ook aan tafel nuttigden. En aan de eettafel kon iedereen zijn verhaal vertellen. Zo hoorden wij dus ook waar ze mee bezig was, wat ze allemaal deed. En dat vond ze eigenlijk, ze vond het belangrijk. Want ze besefte maar al te goed, ondanks het feit dat ze dol was op haar werk, besefte ze dat iedere keer als ze niet thuis was, dat ze weg was om te werken, dat ze wel haar kinderen, dat ze niet bij haar kinderen was. En ergens voelde ze zich wel schuldig. Maar het was gewoon nodig, want ze was een alleenstaande moeder. Maar ze wilde wel rekenschap geven van, hier ben ik mee bezig, al die tijd dat ik niet thuis ben. En dat hebben we altijd als heel fijn ervaren. In Nederland gaat ze aan de slag als chef bij Centraal Semistatisch Archief bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Carla is actief binnen de vrouwenbeweging en strijdt daarin altijd voor antiracisme. Ze is een van de eerste die bij Atria pleit voor meer zichtbaarheid voor zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen in het archiefwezen in Nederland. Ze stond altijd klaar om mensen te helpen. Ze leerde jongeren hoe je met elkaar moet omgaan. Dus de meiden leerden ze van, kom op voor jezelf, wees sterk. Je mag eisen stellen. En de jongens leerden ze van, nou, zo ga je met vrouwen om en zo weer niet. Dus van, het ging er haar om van, hoe ga je met elkaar om? Want je hebt elkaar nodig. In 2006 krijgt Suriname dan eindelijk een nationaal archief. Carla zou dat helaas niet meer meemaken.
Zij overlijdt in 1999 op 55-jarige leeftijd. Carla wist als geen ander hoe belangrijk het doorgeven van de geschiedenis is. Met haar vooruitstrevende blik had ze het fantastisch gevonden dat de archieven nu voor iedereen toegankelijk zijn. En dat ze langzaam aan een plek krijgen daar waar ze horen, in Suriname.